Ja, we zijn hier bij het Stercollege en op dit moment zitten we in de les van een inburgeringsgroep. Ik ben hier naar school gegaan, want ik wil de Nederlands taal leren. Ja, we hebben heel veel verschillende soorten mensen die les bij ons volgen. Binnen de inburgering zijn het mensen die hierheen zijn gekomen als asielmigrant, dus als vluchteling. Maar we hebben ook mensen die hier om een andere reden naartoe zijn gekomen, bijvoorbeeld voor de liefde. En die om die reden hier moeten inburgeren. Ik praat altijd Nederlands taal met mijn schoonmoeder, schoonvader. In de lessen leren we vooral natuurlijk Nederlands. Het gaat veel om de taal. Wat ik doe hier is oefenen, is leren, lezen, praten. Maar ook binnen de inburgering veel aan de Nederlandse cultuur. Omdat daar voor de meeste mensen die hier les volgen ook veel nieuwe dingen bij zijn. Ik vind het gek. Hoe zij hier carnaval vieren, een beetje. Want de taal leer je natuurlijk niet alleen in de klas, maar vooral ook buiten de klas. Dus wij proberen de mensen veel te stimuleren om ook echt situaties op te zoeken waar ze Nederlands kunnen spreken. En waar ik werk bij de winkel. Ik moet praten altijd Nederlands met de mensen. Ik voel de moeilijkheden wanneer iemand snel tegen mij praat, dan begrijp ik niet. Het voordeel van het Stercollege is dat wij een onderdeel zijn van het Summercollege. En dat er dus ook heel veel mogelijkheden zijn tot samenwerking met andere opleidingen binnen Summa. Na het Stercollege wil ik een opleiding doen. Ik wil graag dokterassistent. Ik wil verpleegster worden. Ik wil werk in restaurant. Dus zo is het ook makkelijker voor cursisten als zij hier klaar zijn of als ze tegen het einde van hun cursus lopen om samen te gaan kijken van welke vervolgopleiding zou dan nou bij jou passen en waar zou je nou door kunnen stromen als je klaar bent met het inburgeringsexamen. Zonder de Nederlandse taal heb ik hier geen toekomst. De docenten van deze school heeft veel geduld.